wat heb ik over? Wat is me gebleven? Na echt niet zo'n wild en zo'n schaamteloos leven. Nou echt bitter weinig in het materiële. Geen geld of juwelen. Omdat me dat kennelijk te weinig kan schelen. Geen villa met zwembad, gewoon iets gehuurd. Een huis met een tuin in een lekkere buurt. Daar bloeit de jasmijn en blauwe clematis in het keukenkozijn. Daar geuren de rozen, maar soms zit ik daar. Dan denk ik, hoe moet het nou volgend jaar? Wil iemand me hebben, krijg ik nog een baan. Maar dan kijken de katten me liefdevol aan. Zoals ze dat nu al zo'n 12 jaar doen. En ik streel hun vacht en dan spinnen ze zacht. Dat betekent het komt heus wel goed met die poen. Op zo'n moment. Dan weet ik het weer, ik ben ongeduldig, ik wil altijd meer. Ik zit soms alleen en volstrekt in het nauw, maar ik heb in mijn leven precies wat ik wou. Wat heb ik over, wat is me gebleven? Na echt niet zo'n wild en zo'n roekeloos leven. In ieder geval geen man aan mijn zij, dat is niks voor mij. Ik had een prachtexemplaar, maar dat is lang voorbij. Daarna vele minnaars, maar het was nooit de ware. Soms bleven ze even, soms bleven ze jaren. Maar altijd weer kwijt, nergens geen wroeging en niks dat me spijt. Maar enkel die ex die ik ooit heb verlaten, die komt regelmatig om even te praten over ons kind en over het leven. En hoeveel je soms om een ander kunt geven. Over mijn werk en over zijn thuis. En we snappen elkaar en er is geen gevaar. We hebben het mooi en hij gaat weer naar huis. Op zo'n moment, dan weet ik het weer. Ik ben ongeduldig, ik wil altijd meer. Ik zit soms alleen en volstrekt in het nauw. Maar ik heb in mijn leven precies wat ik wou. En ook geen relaties met steenrijke heren die dolgraag hun geld in mijn show investeren. En nauwelijks toegang tot deftig Den Haag. Ja, hier in café, daar zien ze me graag. En vrienden niet veel, maar wel hele goeie van die vriendschappen die met je mee konden groeien. En op Sinterklaasavond, als iedereen kan, dus 1 keer per jaar allemaal bij elkaar. En dan maak ik soep een enorme pan. Wat heb ik over? Wat is me gebleven? Na echt niet zo'n wild en zo'n bandeloos leven. Geen band met mijn ouders, wat mij zeer verdroot. Maar ja, ik werd groot. En mijn moeder is dwaas en mijn vader is dood. Geen band met een kerk of een grote partij. Met mooie beloften maakt niemand mij blij. Ik denk niet aan later, al heb ik nu wel een prachtpsychiater. En verder dus niemand of niets dat me bindt.
Alleen wel natuurlijk mijn dochter, mijn kind, nu al 21, mijn vreugde en gram, met wie ik zo blij toen ze kwam. Die vreugde die blijft me een leven lang bij, zoekt haar eigen bestaan en ik denk later gaan. Maar oh God, wat heerlijk, die hoort dus bij mij op zo'n moment. Dan weet ik het weer, ik ben ongeduldig, ik wil altijd meer. Ik zit soms alleen en volstrekt in het nauw, maar ik heb in mijn leven precies wat ik wou. We moesten naar Den Haag, we gingen naar Den Haag. We moesten naar Delfzijl, we gingen naar Delfzijl. We moesten naar Maastricht, we gingen naar Maastricht. We moesten naar Goeree en door naar Zierikzee. We moesten naar Maasbracht, we gingen naar Maasbree. We gingen naar Maastricht, we waren dag en nacht op tournee. Op vrijdag naar Den Bosch, op zaterdag naar Os. Op zondag naar Geleen, op maandag Hogeveen. De weg naar Zwifterbad, de weg naar Loon of Zand, de weg naar Slikkerveer, de weg naar Sampermeer, de file naar Bokbrug, de file naar Boksmeer, de file weer terug getrokken door het land, heen en weer. Nooit, nooit wat gezien van een dorp of een stad. Haast, haast de wandel, is het vaste stramien, want je komt en je speelt en je buigt en je gaat. Ja, je gaat er van door, want het is alweer laat. Reën naar Breda, ze zeggen altijd ja. Ons landje is maar klein, de weg naar Nieuwegein. De file naar Jutphaas, ons landje is helaas wat aan de krappe kant. De file naar Katzand, ons land is maar benauwd. De weg naar Aardenhout, de weg naar Sakkerloot. Dit land is goed beschouwd, veel te groot. We moesten naar Den Ilp, we waren in Den Ilp. We moesten naar Den Briel, we waren in Den Briel. We weten heel globaal in Oldenzaal te zouden, maar verder mensen, ik weet van Oldenzaal geen reet. Misschien is het er mooi, misschien is het een zooi en intellectueel nog erger dan het gooi. Ja, weet ik veel. Nooit, 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 nooit wat gezien. Want voor ons is een stad een zak met patat. Een kroket bovendien, want je komt en je speelt en je buigt en je gaat. Ja, je gaat er van door, want het is weer zo laat. We kennen in Oostzaan alleen de Italiaan. In Harmelen en Hees alleen maar de Chinees. De Schouwburg in Den Haag, de zaal in Beesterswagen. Volgens het papier zijn we vanavond hier, dus vraag ik als altijd, is alles hier oké? En woont u hier nog graag? Want ik heb tot mijn spijt geen idee. We moesten naar Veendam, we reden naar Veendam. We moesten naar Roermond, we reden naar Roermond. En tussen het verkeer dat ik voortdurend weer, ik ben het niet alleen, het geldt voor iedereen. We staan niet meer verbaasd om vluchtigheid en haast. Wat moet ik in Roermond? De hele wereld raast in het rond. Haast, nooit wat gezien van een stad van het land. Haast, haast maar wat. Dat is een eeuwig stramien, want je komt en je zingt en je buigt en je gaat. En opeens ga je dood en dan is het te laat. We moesten naar Den Haag, we gingen naar Den Haag. We moesten naar Delfzijl, we gingen naar Delfzijl. We moesten naar Maastricht, we gingen naar Maastricht. We moesten naar Goeree en door naar Zierikzee. De file naar Maasbracht, de lange weg naar Goor. We gingen niet naar huis, we gingen alsmaar door. Alsmaar door, alsmaar door, alsmaar door.
Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Ik dacht, ja, ik begin maar met een autobiografisch nummer, een gezongen portret. Dan weet iedereen tenminste met wie die te maken heeft. He, hoeven er nooit meer moeilijke vragen gesteld te worden, want jullie kennen nu al mijn ins en outs. En duidelijkheid, nou, daar ben ik heel erg voor. En het tweede nummer was een nummer van Jacques Brel. En het is voor mij vertaald door Ivo de Wijs, vertaald en bewerkt. Het heet oorspronkelijk heet het Vesoul. Maar ja, Vesoul, dat is zo'n middelgrote Franse provincieplaats. Vergelijkbaar hier met Almelo. Het is een soort van Almelo, dat is het eigenlijk, ja. Het is echt zo'n plaats waar reizend volk, artiesten, weet je, muzikanten, zangers, zangeressen tegen elkaar over zeggen, waar speel jij morgen? Nou ja, god, dan moet ik naar Almelo. Ach, jezus, wat erg voor je. Zo'n plaats, weet je. En het sterft hier van de Almelo's, kan ik je vertellen. Dat is wel gek, ja. Nou, ik erover nadenk natuurlijk, met Amsterdam hebben we dat nooit. Met Amsterdam heb je dat niet. Dus altijd vragen aan een willekeurige muzikant. Waar ben je morgen? Dan zegt ik ben in Amsterdam, moet ik spelen. Kleine Comedie of Watertorenstudio. Gore bofkont, waar ben je toch een bofkont? Dat is altijd, daar zijn we zo blij mee. Heerlijk, Amsterdam. Oh, van de week moest ik nog, dan moet ik even, het schiet me ineen in mijn kop. Ik moest naar een receptie en ik haat recepties, dat vind ik zo vreselijk. Maar ik moest van Lucretia van der Vloot, want die had mij gebeld. Ja, Lu, eigenlijk begon ze te zeiken van anders moet ik alleen en zo. En dat was een cd-uitreiking. Nou oké, okay, ik dacht goed, ik ga wel mee, maar ik vind het vreselijk. Maar als je er dan eenmaal bent, dan valt het ook wel weer mee hoor, want in het begin ben ik altijd heel verlegen, dat babbelde babbel met zo'n glas in je hand. Weet je, die mensen die zo voortschuiven, dat vind ik niks. Maar kijk, wat het leuke ervan is natuurlijk, als je er eenmaal doorheen bent, je ziet elkaar weer eens, want wij zien een heel seizoen, zien wij elkaar nooit. We zien overal affiches hangen van al die collega's, maar die mensen zelf, die zie je niet. Want iedereen gaat vanaf september tot eind mei zo door dat land heen. En dan hoor je ook weer de laatste roddels en dat is altijd heerlijk, want dat is reus aan mij besteed. Nou, dus goed, toen we er dan waren, eerste kwartier, en wat ik al zei, ging ik eng. Dus ik sta daar zo met een glaasje witte wijn en een kaasblok met een vlaggetje zo tegen de muur geplakt. En ik denk, in ene schoot door mijn kop, wie van mijn collega's hier aanwezig zou nou ooit wel eens iets van zichzelf thuis draaien? Want ik doe het nooit, van zijn levensdagen niet. Dus ik stap naar Ramses Shaffi. Ik zeg, Ramses, draai jij thuis nou wel eens een bandje of een oude plaat of een cd van jezelf? Ben je gek, mensen, dat Ramses nooit? Nee, ik zeg, dat doe ik niet. Nee, kijk, wat ik leuk vind is gewoon achter de vleugel gaan zitten en iets maken. Dat vind ik fijn. En ik mag wel eens voor mezelf gewoon oud repertoire zingen. Dat vind ik ook lekker. Maar ik ga niet naar mezelf zitten luisteren. Ik heb in een, nou, 20 minuten tijd, denk ik, zo'n 25 collega's gevraagd. Hè? Muzikanten en zangers en zangeressen. Niemand bleek ooit iets van zichzelf te horen. Nooit. Iedereen vindt het gênant. Iedereen voelt zich bekeken. Denkt, oh nee, dat had ik anders willen doen. Dat is te snel of dat is te langzaam. Of die toon is niet echt zuiver. Kortom, je wordt gek van jezelf om daarnaar te luisteren. Luister is voor andere mensen. En ik heb dat ook hoor. Oh, een beetje met zo'n brede tevreden kont op de bank naar jezelf gaan zitten luisteren. Ik vind dat niks. Daarbij komt ook nog eens dat ik in tijden van diepe droefenis, die mij nou toch met grote regelmaat wel mogen overvallen, mag ik wel zeggen, dat ik dan toch al zo'n gevoel heb van wat heb ik toch een nutteloos beroep. Liedjes zingen, heb dat nut? Nee, dat heb geen nut. Nee, op toneel, wat een waanzin zeg. Artsen zonder grenzen, dat heeft nut. Ja, bakkers, die hebben nut. Vlaaienbakken hebben nog meer nut. Maar nee, liedjes zingen is dubieus. Aan de andere kant is dat ook weer zo merkwaardig. Kijk, ik fiets veel. Dat heeft er geen reet mee te maken, maar toch indirect wel. Kijk, ik fiets veel. Nou is het zo, want ik krijg geen auto. 44 lessen gehad, had ik net zo goed niet hoeven doen. Klaar is. Nou, dus fietsen. En als je dan met mooi weer vooral door de stad fietst, dan vliegen er vaak van die leuke begrippen of een mooie zin in ene in je kop. En dan denk je, onthouden, mooie zin, goed begrip, onthouden, goed voor een nummer. En dan fiets je naar huis, je schrijft het snel op, want anders vergeet je het weer. En vervolgens ga je denken, wie ga ik nou vragen om hier een nummer op te schrijven, om of dit in een nummer te verwerken. Want niet alles is geschikt voor iedereen natuurlijk. Dus je gaat zo eens na en je maakt een keus. En je denkt, dit is misschien wel iets voor Jan Boerstel. Ik bel Jan Boerstel. En die bel je en zegt, ik heb een idee. Moet je horen, zie jij daar wat in? En de man zegt ja. Hij vindt het een goed idee. Hij wil daarover nadenken. Vervolgens belt hij 3 maanden later terug en zegt, moet je horen, het is af.
Ik geloof niet dat het gek geworden is. Dat betekent gewoon dat je een prachtig nummer in je poot hebt. Dus met kloppend hart fiets je weer naar Boerstoel. Je leest dat nummer en je denkt, wat een goede zinnen. Wat is dat mooi begrepen. Oh, wat een prachtige binnenrijmen. Wat een mooi. Nou nog goede muziek erop. En dan gaan wij hier een parel van bakken. En denk je dat er dan nog één seconde dat nutteloze gevoel ergens te bekennen valt? Helemaal niet. En daarom ga ik vanavond een heel stel oude nummers voor u zingen. Die allemaal speciaal voor mij geschreven zijn in de loop der vele jaren. En die allemaal in mijn ziel verankerd zitten. Maar natuurlijk ook een heel stel nieuwe. Waarvan er nu eerst een paar volgen. We spraken af zo 's morgens vroeg om altijd met dezelfde ploeg naar school te fietsen. Vier hartsvriendinnen waren wij en er was ook een jongen bij, een Griekse god zo van opzij. Hij heette Sietse. Hij reed als held voorop en zweeg. Het was alsof je vleugels kreeg onder het fietsen. Ja, smoor verliefd wij alle vier. Elk dacht ik weet dat ik hem versier. Ook al vertrok hij zelf geen spier. Maar zo was Sietse. Zijn vader werkte bij de post en die verdiende dus de kost door veel te fietsen. Omdat hij vroeger in de stad met vader mee reed kwam het dat hij zo gespierde benen had. Die mooie Sietse. Op woensdagmiddag was je vrij, ging soms ons groepje naar de hei. En onze Sietse legden we neer onder een boom. Daar lagen wij dan lui en loom. Het was als was je in een droom. Want daar zat Sietse. Waren we onschuldig toen? We debiteerden voor ons doen. Gewaagde Sietse. De lucht is zoel, de heide bloeit. Je voelt dat er een spanning broeit. En oh, je hele lichaam glooit. Vanwege Sietse. Dan giechelden die andere drie. Ik wist van louter jaloezie. Dus ach, ik liet ze met hem alleen, hoe als dat kon. Als er zich dan iets moois ontspon, dan zou ik naar de horizon met Sietse. Ik weet nog dat je liedjes zo voor.
het meer. Nu wieg ik jou als toen het water, en weldra komt de nacht. Wie weet wat jou daar wacht, te groot, te zwaar, te veel. Onthoud, je bent een deel van mij. Rustig, droom nu je mooiste droom van een fantastisch leven zonder pijn. En heeft jouw kind verdriet, zing dan voor hem een wiegelied. Een deel van mij zal dan voor altijd bij en zijn we dood gegaan? Dit wiegelied blijft voortbestaan. Zo krijgen wij iets onsterfelijks, ik en jij. Ja, weet je wat het ook is met oude nummers? Kijk, zo'n nummer, ja, dat blijft hetzelfde. Het verhaal van zo'n nummer, dat is het verhaal, klaar. Maar de details. Zo zong ik bijvoorbeeld in dat openingsnummer dat mijn dochter 21 is. Ja, dat was ze. 9 jaar geleden, ja. Toen George Groot dat nummer voor me schreef. Ja, verschoven detail. Allemaal hetzelfde, verschoven detail. Kijken, wat is er nog veranderd dan wel hetzelfde gebleven? Mijn tuintje, dat is hetzelfde gebleven. Ach, nou ja, groter, weelderiger allemaal, maar wel hetzelfde. Nou, veranderd detail. Oh, mijn katten, die zo troostrijk spinden, ja. Hartstikke dood. Laatste verleden jaar maart, ja. Nou, zo oud als Methusalem hoor, 21 bijna geworden. En zo dement als een deur dat laatste jaar. Alleen maar eeuw. Eeuw, s'nachts, eeuw, zo'n one note samba. Zagen, zagen, wieden, wieden, wagen, weet je wel. Ach, allemaal begraven in het Amsterdamse bos. Alle beesten die ik ooit in mijn leven gehad heb, allemaal begraven in het Amsterdamse bos. Cavia's, poezen, honden, alles. Ja, het is een hele flinke begraafplaats daar. Bij de hockeyvelden in de buurt. Het is maar dat je het weet. Het mag niet, maar we doen het wel, ja. Ik neem ze ook niet meer. Nee, vrijheid. Ik neem geen beesten meer. Ik aai alles, ik buk voor ieder diertje. Maar ik neem er geen meer, nee. Misschien als ik stokoud ben dat ik nog een leasehond neem. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet zeker. Goed. Wat is er nog veranderd? Even kijken, nou die man die ik toen niet had, maar die heb ik nog steeds niet in dat blijf of zo, denk ik hoor. Ik geloof wel dat dat rond is, die handel, ja. En wat nog? Oh, die psychiater! Ja, ja, nee, die heb ik ook niet meer, nee. Ik heb nou een andere, ja. Ik had toen een man. 9 jaar terug ben ik 2 jaar trouw aan geweest. Fantastische man, veel aan gehad. Want het was toen rampzalig met mij. Ik zat er op zo'n groot houtblok te zagen van problemen, begrijp je? En ik kwam er maar niet doorheen. En toen ik dan alle bedden in mijn huis geprobeerd had, omdat ik dacht, ik heb last van mijn rug. Toen dacht ik, nee, het is mijn hoofd. Het is niet mijn rug, het is mijn hoofd. Toen kwam ik bij die man terecht, Puikeman. En wat ook zo goed was, hij heeft me niet alleen geholpen dat je weer kieren in het firmament ziet, dat er licht door kan, zeg maar zielsgewijs, maar ook zag het buitengewoon lekker uit, die man. En kijk, dat doet er niet. Als het gewoon een domoor was geweest en beeldig, dan had ik er geen reet aan gehad. Dan was het ook oninteressant geweest. Maar nou had ik mooi wel en een goede psychiater en er zat de snoep. Nou, dat is mooi 2 voor 1 geld. Dat vind ik fijn, ja. Dus dat is erg. En toen heb ik mezelf na 2 jaar genezen verklaard. Was hij helemaal mee eens. Ik dacht, ik kan het. Ik weet hoe het moet nu. Nou, hij was het helemaal mee eens. Dus het is ook heel lang goed gegaan. Tot zo'n 1,5 jaar geleden de wolken zich weer samen gingen pakken, zou ik maar zeggen. Toen dacht ik, ja, een meneer, dat weet ik nou wel. Nou is een mevrouw. Heb ik mij goed laten raden door een ook beetje labiele collega, zou ik maar zeggen. Die was al bij die mevrouw. En die had daar heel veel plezier aan gehad. Dus ik naar die mevrouw. Nou, en verdomd leuk mens. Heel goed. Maar ja, kijk, nu is het niet.
niet meer nodig om eens in de week of eens in de 14 dagen. Het zijn nou gewoon onderhoudende werkzaamheden. Zo doorsmeren en olie verversen, weet je wel, van de ziel. Dus ik vind het nou allemaal... Ik ben nou al maanden niet geweest, want het gaat verschrikkelijk goed met mij nu. Oh. En ik had een testcase, want ik had een verbouwing in mijn huis. Nou, als je er ergens ratlierend krankzinnig van kan worden, is er van een verbouwing in je huis. Ze begonnen eind juni. En het plan was namelijk, ik moest meer kastruimte hebben, dus er werd een muur weggebroken tussen mijn keuken en mijn huiskamer. Daar was een prachtig plan door een bevriende architect dat een schitterende kast ontworpen. Daar waren prachtige vellen van en dat zou daar komen. Beneden berging, boven boeken, daartussenin nog indirect licht om leuke prullen neer te zetten. Oh, wat was het beeldig op de tekening. Is ook in werkelijkheid zo geworden. Maar voor we zover zijn, begrijp je wel. Ten eerste begon het te regenen. Mei was mooi, juni werd al ramp en toen hield het nooit meer op met regenen. Dus mijn tuintje, daar kon je alleen maar naar kijken. Want god, god, wat regent het hard en wat slecht voor mijn petunia's. Daar kwam het op neer. Daar kon je dus niet zitten en ondertussen gingen ze die muur wegbreken. Hadden ze gezegd, moet je natte lakens ophangen. Dat is goed tegen het stof. Dat moet je nooit doen, want daar word je pas echt gek van. Want je hebt je kont nog niet gekeerd of die krengen flikkeren naar beneden weer. Van die grote natte lappen die dan flats. Je hebt ze net moeizaam, heb je ze bevestigd, flats. Dan komen ze weer per meter. Dus je moet je gewoon overgeven aan het stof. Denken van, het is zo en laat maar komen. We slapen in het stof, we eten stof. En we zitten in het stof, niets aan te doen, vooruit maar. Nou oké, okay, al die rotsen eruit, huppatee, stof, 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 muur weg en ze gingen bouwen. Ging fantastisch. Ging fantastisch en ik nam het allemaal manmoedig. Ik zat tot hier in de rotzooi, de bergen, oh, mijn huiskamer stond vol gestapeld met dozen, met rotzooi. Maakt allemaal niks uit. Vond het allemaal fijn. Het zou heel prachtig worden. Nou, het is klaar. Het is half juli en de schilder moet komen. Nou, op dat moment begon de zon te schijnen. De schilder komt langs, kijkt naar de gang van zaken, hoe het is. Ik zei, nou, je kan aan de slag. Ja, zegt hij. Maar ik moet naar buiten. Wat denk ik, onnozele hals? De man gaat een weekendje naar Texel of weet ik veel wat. Nee, nee, ik zeg, nee. Nee, ik weet niet wanneer ik kan komen, maar ik kan, nee. Ik zeg, hoe lang kan dat duren dan? Weken. Kon weken duren. Ik zeg, dat vind ik niet leuk. Dat heb jij niet beloofd. Dan moet hier nu geschuurd worden en geschilderd, want het heeft geen zin als ik schoon ga maken, want die kast kan niet daar ingeruimd. Ja, het speet hem erg. Maar ja, de hele zomer was verregend. Hij moest nu naar buiten. Nou, normaliter, met mijn karakter, al had ik de mannen zijn oren naar binnen moeten sleuren en een grote schop de ladder opgeven, hij was gaan schilderen. Nu dacht ik alleen maar, ach nou ja, Eritrea is veel erger. Nou, dat ik dat dacht is nog tot daaraan toe, maar dat ik het meende. En dat voel ik zo verontrustend. Ik dacht, wat is hier gaande? O, Jezus, ben ik misschien oud en mild en wijs aan het worden. Dit ken ik niet, dit rustige gevoel bij mezelf. En dit begripvolle voor zo'n man die naar buiten moet. Ik dacht, is het misschien omdat ik in oktober 58 word, dat de ouderdom genadeloos op kon trekken, waardoor de wijsheid vanzelf schijnt te komen. Maar ik had toch altijd zo'n lijstje met wie er allemaal dood moet als ik aan de macht kom? Heb ik dat dan niet meer? Maar goddank zeg, dat had ik nog. Oh, wat was ik daarop gelucht over. Kijk, of het wel deugt, daar kan je over twisten. Maar het is zo heerlijk rancuneus te zijn. Ik koester zo'n klomp gif, die ligt te borrelen en te gisten. En kleine voorraadkamer vol venijn. Van alle wraakobjecten in mijn leven waren de Duitsers altijd een geval apart. Ja, dat kan nou echt niet meer, ik moet ze weer een kansje geven. We hebben ze nou wel genoeg gesart. Kijk, ik weet niet veel meer van de oorlogsjaren. Toen Nederland bevrijd werd, was ik 3. Maar het is erin geramd dat het klote moffen waren. Dus altijd jeuk als ik er eentje zie. Het ergste zijn die grote schipperspetten, oh, van dat tuig dat hier geniet van zijn pensioen. Dat ieder jaar de jachthaven van Muiden komt bezetten. Ja, ik haat ze, maar ik mag het niet meer doen. Vanaf nu niet meer per ongeluk op het strand hun mooie zandkastelen molesteren. Niet meer in zo'n keuls proletarrestaurant naar obers met een snor gaan salueren. Nee, laten we lief zijn voor de Duitsers. Meer dan 50 jaar oorlog is zat. Joden, laten we lief zijn voor de Duitsers. Ze hebben hun portie gehad.
ze bedoelen het niet kwaad, heel naïef inderdaad. Maar ook grondige haat kent zijn grens. We moeten lief zijn voor de Duitsers. De Duitser is ook maar een mens. Hallo, hi. Nee, dat is meer Heider, toch? Ja, okay. Stel u voor die frisse jonge knapen die na een werkdag in het Roergebied gekweld door schuldgevoelens, 's nachts maar nauwelijks kunnen slapen. Dat gun je toch je ergste vijand niet. En in het weekend met dat slecht geweten naar bierfeesten en schlagerfestivals. Kom op, we hebben ze nou wel voldoende dwars gezeten. We mogen niet meer wrokkig zijn of vals. Niet meer in zo'n chique tea room in Berlijn. Luidruchtig in het Jiddisch niets bestellen. Niet meer zomers op het Alexanderplein. Hardop! Protheses lopen tellen. En dat mocht ik zo graag doen. Laten we lief zijn voor de Duitsers. Meer dan 50 jaar oorlog is zat. Joden laten lief zijn voor de Duitsers. Ze hebben hun portie gehad. Niet gemeen zijn of star, want ze zijn in de war. En ze hebben zo bar weinig fans. We moeten lief zijn voor de Duitsers. De Duitser is ook maar een mens. Ze hebben het zo moeilijk, dat ik ze best iets extra's gun. Laten we ze Zeeland geven. Dat is toch wel haast van hun, ja. Laten we lief zijn voor de Duitsers. Meer dan 50 jaar oorlog is zat. Joden laten lief zijn voor de Duitsers. Ze hebben hun portie gehad. Niet gemeen zijn of star, want ze zijn in de war. En ze hebben zo bar weinig fans. We moeten lief zijn voor de Duitsers. Lief zijn voor de Duitsers. Niet om je opa's gouden tanden vragen bij de Deutsche Bank. Geen hotelkamer meer boeken op de naam van Anne Frank. De mens die is in staat om te vergeven, godzijdank. We moeten lief zijn voor de Duitsers. De Duitser is ook maar een mens. Ja, toch. Ik heb iets met geuren. Dat hebben veel mensen trouwens, dat weet ik wel. Maar weet je wel van die associaties? Van als je het één ruikt, dat je dan soms... Je ruikt iets en dan word je 10 jaar teruggesmeten in de tijd. Dat je denkt, verrek, daar rook het toen ook zo. Nooit meer een gedachte in één, weet je het weer. Ik heb het eens gehad. Ik was in Athene. Eind augustus, nou 40 graden, 42. Je kroop langs de straat van de hitte. En we hadden afgesproken in een visrestaurant 's avonds in Piraeus. En het wou maar niet afkoelen. Dus je kruipt langs de kade van Piraeus op zoek naar dat visrestaurant. Ik kom een bocht om en in ene komt daar een geur. Ik denk, verrek, het is hier net het ei in Amsterdam. Het rookt precies zo als er gespuit wordt. Dat, die lucht. Zo merkwaardig, alleen 40 graden verschil natuurlijk, maar toch. En als je nou heel goed associatief te werk wil gaan qua geuren, dan moet je toch maar eens 's winters en... s'winters is lekker vol aangekleed altijd, dat is wel goed. Moet je in het openbaar vervoer gaan zitten met nat weer, hè? 'S ochtends in de spits. Tussen 9, 8 en 10 zo. Oh, er wordt wat afgedamd hier. En dan de fabel dat wij een proper volkje zijn, dat kan je ook meteen schudden. Dat is niet waar, hè? Nee, er wordt veel afgestonken. En ik vind het een beetje sneu om te moeten zeggen... Jongens, eerlijk waar, ik bedoel echt... Mijn beste vrienden kunnen het weten, ik ben dol op jullie. Maar de grootste stinkers zijn mannen. Het is echt waar. De grootste stinkers zijn mannen. En het heeft een heleboel redenen. Het eerste reden, denk ik, die het allereerst ruikt, is... de colbertjes moeten vaker naar de stomerij. Dat moet vaker. Maar het is ook zo, want ik heb daar goed over nagedacht. Volgens mij zit het als volgt. De mannen staan 's ochtends over het algemeen te laat op, waardoor ze tijdgebrek hebben. En wat krijg je dan? Daar staat iemand op. Hele godverdomme, gaan we weer. En die tilt zo'n hemd van gisteren op en de ruikt even. En die zegt, ach, dat kan nog wel een keertje. Nou ja, dan gaat het fout. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Kijk, dat is dan muf. En want we moeten afspreken iedere ochtend gewoon 10 minuten eerder opstaan. En dan spreken we af verse sokken, verse onderbroeken en verse hemden.
En dat is lekker. En douchen natuurlijk. En de okselstift niet vergeten, want dat scheelt een slok op een borrel. Dat kan ik je wel vertellen. En zweet op zich, daar is op zich niks mis mee. Want lekker vers zweet, zeg, een schoon iemand, hè. Die krakend in het schone goed zit. En die goed met de okselstift en dan hard aan het werken, flink zwitsen. Lekker. Vind ik iets erotiserends hebben. Maar dat tweedehands zweet, dat is echt, dat is niet te hebben. Dat opgewarmd en weer afgekoeld en weer opgewarmd en weer af. Dat is. En dan is er ook een categorie die denkt, nou ja, het is niet helemaal fris meer. Maar dadelijk met mijn aftershave erbij merk je daar niks van. Die gaan cocktails mengen. Nou, dat is helemaal niet om te hebben. En dan hang je in zo'n paal 's ochtends en dat al die verschillende dampen gieren dan langs je zo, weet je. En dan denk ik, deze ken ik. Dit ken ik. Ik heb ook net een speurhond. En ik zal niet rusten voor ik op de plek van bestemming ben, van paal naar paal. Ja? En op een gegeven moment heb je betertje. Oh Jezus, Old Spice! Oh God, mijn vader! Oh! Mijn vader, Old Spice! Dat moet toch ook bij de wet verboden worden, jongens? Dat kan echt niet hoor, Old Spice. Vreselijk! Als je nog een flesje thuis tegenkomt, gooi alsjeblieft gauw door het putje. Terwijl volgens mij, die mannen die in die fabrieken dat bocht staan te brouwen, die hebben ongetwijfeld het idee dat als wij Old Spice ruiken, dat wij dan visioenen krijgen van blauwe zeeën. Met bolle zeilen. Leuke kapitein Robs op een zeilboot met een lekkere robbedoes van een hond. Ik denk alleen maar, oh God, mijn vader. Dat is het enige wat ik denk. En is er ook nog een rare categorie mensen? Die doen dan weer hele vieze dingen. Maar dat vinden zij zelf dan weer helemaal niet vies. Dat klinkt nogal mystiek. Even kijken. Ik kan het uitleggen. Kijk. Voorbeeld. Ik was van de zomer op Kreta 2 weken. En ik zou daarna ook doorreizen. Hè? En het eind van de eerste week zit ik op het terras en ik kom in gesprek met een Griekse familie. Hartstikke leuke mensen. Weet je, ja, vader, moeder, 2 puberkinderen. Chique Grieken waren het nogal. Ja, hoe zien chique Grieken er nou weer uit? Van die Grieken die bij wijze van spreken het Griekse NRC lezen. Dat soort mensen waren het. En ik ben in gesprek met die mensen en die nodigen mij uit om de volgende dag bij ze te komen eten. Ze hadden een oude boerderij in de bergen en dat was familiebezit, stond te verrotten, hadden ze 4 jaar aan verbouwd. Was nu, want er werd niet meer geboerd, was nou hun vakantieoord. Nou, ik daarheen was ook nieuwsgierig. Goed, volgende dag met de bus bergen in er naartoe. Prachtige boerderij. Prachtig, dik van dat natuursteen, dikke muren, koel binnen, lekker, schaars ingericht, zeer smaakvol allemaal. Goeie boekenkast, ter zake doen de dingen erin. En allemaal voor elkaar, buiten onder de olijfbomen, een grote tafel met voedsel en lekker rakiën en ritsine, allemaal fijn. Op een gegeven moment moet ik naar de wc, nou geen punt, ik ga naar de wc. En dat is dan nog zo'n hokje buiten, wat je in Frankrijk ook wel hebben, die oude dingen allemaal. Nou goed, dus ik ga naar het hokje, ik doe die deur open, zeg. Zit de stront aan de muren. Maar niet van een ongelukje of een keertje. Structureel. Hele abstracte werken zich muren vol. Ik dacht, Jezus, wat is dit? Ik kreeg zo'n kop van plaatsvervangende scène. Ik dacht, bij die mensen, hoe is dat nou toch mogelijk? Mijn hele dag was nog wat, durfde er ook niet naar te informeren. Ik vond het zo gênant. Ik dacht, hoe is dat nou toch mogelijk? Kijk, dat ze... Als dat nou gebeurt bij zo'n oude Griekse boerin bijvoorbeeld, hè. Daar heb je zo'n mens met een hoge heksenstem. Je kent dat, 1 tand, een hangsnor en een halve hersencel. Dan denk je, ja, daar hoort dat bij. Maar niet bij deze. Later heb ik maar gedacht, misschien is het iets folkloristisch. Hè, dat ze tot 31 december doorkleuren, zeg maar. En dan op 1 januari weer gaan witten. En dat het oud gebruik, ik moet het nog navragen. Ik weet het niet zeker natuurlijk. Maar het is de enige verklaring die ik voor mezelf heb gemaakt. Ik kan er uren over doorlullen, maar ik zal het niet meer doen. Het hier behouden, ik was er wel vol van, maar dat snap je. Ik leef op Amsterdamse lucht. Vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdams parfum. Zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, teer en touw. Van uitlaatgas en duivenstront. En zelfs als het een beetje waait, de adem van de havenmond. Mijn Amsterdam, mijn wereldstad.
stad. Ik ruik haast altijd jou erbij, tot in een verste vreemde toe. Mijn eigen stinkstad aan het ei, mijn Amsterdam. Zo'n avond in de late herfst, als ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak en niets dan nevel om me heen, terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteentapper rookt, dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Mijn Amsterdam, mijn warme jas, ook als de winter kou me bijt en alle nachten donker zijn, dan val je van geborgenheid, mijn Amsterdam. De geur van de cacaofabriek hangt nog in sluiers om de dag dat ik in het Miranda bad mijn eerste grote liefde zag. Een echte man van 15 jaar, bij wie ik op de fiets daarna de Amstel langs reed in een wolk van bitter zoete chocola. Mijn Amsterdam, mijn tweede ik, voor wie ik elke dag nog val. Mijn minnaar die me nooit verlaat, van wie ik altijd houden zal. Geen stad die zo de zinnen streelt, geen stad die zo het hart versterkt. Geen stad brengt zo mijn hoofd op hol, geen stad die zo bedwelmend werkt. Mijn Amsterdam, mijn roezemoes, mijn onversneden eerste keus, met veel meer body dan Bordeaux en keuzes, wat een mooie neus. Mijn Amsterdam. Ik was als kind altijd de makkelijke eter. Mijn moeder zei dan ook dat zij het met me trof. Ik lustte alles wat ze kookte, alleen geen Brussels lof. Alleen geen Brussels lof. Ik smulde van haar erwtensoep en haar andijvie. En ook haar worteltjes, gesneden fijn of grof. Het ging er altijd bij me in als koek. Alleen geen Brussels lof. Alleen geen Brussels lof. Ach, had die rare struikjes wit met zo'n pittere pit. Dus dan moet ze kuren het kontje uitgesneden. En dan koken ze het meestal veel te lang. Dus op zondag eten ieder zo'n vieze grijze klieder. Oeh, voor verse preien. En voor rode biet. Voor rode biet. Blijf ik eeuwig bij je. Maar voor witlof niet. Die rare stuipjes zo wit met zo'n bittere pit. Dus dan moet ze kuren dat kontje uitgesneden. En dan koken ze het meestal veel te lang. Dus op zondag eten ieder zo'n vieze grijze kliener. Voor bruine bonen. Voor bruine bonen. En voor paprika. Voor paprika. Blijf ik bij je wonen. Ik maak geen stennis over aangebrande sauzen. Ik klaag niet over hun te taaie stroganoff. Ik eet het hap voor hap heel rustig op. Alleen
geen Brussels lof. Alleen geen Brussels lof, yeah. Alleen geen Brussels lof. Alleen geen Brussels lof, yeah. Geef mij maar de echte tomatensoep. Met van die uitgebakken broodjes erin. En een lekker komkommerslaatje. Dat is ook nooit weg. Met zo'n lief rood uitje erdoor. Lekker nasi, maar nooit, 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 nooit meer loopt. Niet gebakken, niet gekookt. En ook niet uit de oven, ze kunnen het houden. En als ze denken dat paneermeel de boel wel op zal knappen, met van die klottertjes boter erop laten zitten, jongens. Nooit meer, nee, nooit meer, nee, nooit meer, nee, nooit meer. Allemaal ellende en ook narigheid, mevrouw Arian. Ik weet geheel en al wat u bedoelt, meneer Van der Zwaag. De hele Willemstraat, die was in rip en roer. En ieder trok zijn zondagse pakje aan. Ze moesten manken Nelis, die hem was gepiept. Met z'n allen netjes begraven gaan. Familieleden en een ieder die hem had gekend. De loterijclub en het viscollege was present. Ome Gerrit die liep zwaaiend met zijn vrouw. Met de rode das, maar verder in de rouw. En de kraaien, zoals gewoonlijk vol genootje vies, sloegen beschelen Dries. Eerste partijen achter de kies. En de buurvrouwen jammerden sapperloot. Die arme mankenelen zo in ene dood. S'avonds is hij volgens Daan nog goed en wel naar bed gegaan. En s'morgens is hij zo in ene dood opgestaan. Zijn vrouw werd door de hele buurt gecondoleerd en riep ja. Zo had een mens nou altijd wat. Aan één kant is het goed dat hij is gekrepeerd. Zo'n lollig leven heb hij toen nooit gehad. Hij heb nooit een rode cent verdiend. En altijd was hij los. En nou krijg ik tenminste 100 gulden uit de dode bos. Eindelijk kwam de stoet voor en men hees heel droog. Nelis buiten uit het raam zo van vier hoog. En ieder riep op zij. Hij is gemeen genoeg ze biedt om bovenop je test te springen. En ziet er de kans voor ziet. Toen de kist beneden was werd hij heel net. Met bloemen in het eerste rijtuig neergezet. En daarna stapte iedereen in de rijtuigen meteen. En zo ging de stoet naar de begraafplaats heen. Maar in de Sparendammerstraat werd eerst gestopt bij een kroeg op voorstel van Rode Bart. Ze haalden Nelis netjes uit de koets vandaan en zetten hem zo lang onder het biljart. Toen een partijtje stootte en de hele rouwstoet ziet, zocht in de oude katsvergetelheid voor hun verdriet. Toen het hele soepie dronken was, riepen ze luid. Jongens, nou eerst Nelis wegrengen vooruit. Zwaaiend stapte en ieder in de bak is aangedaan. En ze zongen dooie Nelis is om nood verloren gaan. Bij de begraafplaats gilde plotseling Rode Bart. Die dode Nelis legt nog onder het biljart.
Jongens, ik ben er erg voor. We moeten die gozer halen hoor. Want zonder Nelis gaat de voorstelling niet door. Heel goed. Ze haalde Nelis netjes uit de kroeg vandaan. En ze reden in een gestrekte draf. Zingend en zwaaiend, net of het een bruiloft was. Monke dooie Nelis na zijn graf. Onder een dronkenmans gespiets. In oude kats gehuil. Viel ome Gerrit met een bons bij Nelis in de keul. Heen riep, laat weer niet lang blijven staan. Zand over me, alles is gedaan. Toen ome Gerrit dat hoorde, schreeuwde hij in doodsnood uit. Nog een zand erover, ben je gek? Oh man, de eerst is uit. Hij kroop de kuilen, dramde er eerst een paar opzij. Nou, dat werd me nog een reuze met partij. En s'avonds kwamen ze aangedaan, wel ze op geen benen konden staan. Van de begrafenis terug in de Jordaan. Een paar seizoenen terug speelde ik het theaterprogramma Tip Top. Vernoemd naar het Tip Top Theater, wat er tot in de Tweede Wereldoorlog heeft gestaan in de Jodenbreestraat hier in Amsterdam. En waar over het algemeen Joodse artiesten optraden in revues, vrolijke programma's. Over die artiesten, hun repertoire, de functie van het theater in de buurt. Ja, daarover ging ons theaterprogramma. Het was een mooi, ontroerend programma, al zeg ik het zelf. Begrafenis van Manke Nelis is voor het eerst opgevoerd in het Tip Top Theater. Want zo op het gehoor is het, ja, gewoon een Amsterdams bruiloft en partijennummer is het ook natuurlijk. Maar het heeft wel een Joodse schrijver en een Joodse componist. En zo was dat al dat repertoire. Die mensen maakten gewoon amusement. De pauze bij ons in de voorstelling was de oorlog. En na de pauze ging het over die immense kaalslag na 45. Al die componisten, liedjesschrijvers, conferenciers, komieken, duettisten, paren, goochelaars, allemaal weg. Allemaal weg. Het is niet voor niks als Ischa Meijer over de gracht liep in Amsterdam. En hij zag een groepje Duitsers staan en die vroegen dan, zeer beleefd, bieten kunnen ze meer zagen, wo ist das Anne Frank Haus? Dan zei Ischa altijd, zoek zelf maar een onderduikadres. Want hoe je het ook wendt of keert, als je met Joodse mensen praat, of het er nou over gaat of niet. Maar het is er altijd. Altijd. Die verdomde oorlog. Twee vrouwen zaten voor me in de bus. Met nette permanente donkere kleren. Ze zaten met elkaar te converseren. De een sprak over het kleinkind van haar zus. De ander had Margriete in een krant, vanmorgen vroeg geplukt uit eigen tuin. Ik zag bij hen vergeleken heel erg bruin. We reden door het Franse platteland. Ik kon ze maar ternauwernood verstaan en wilde eigenlijk wel hun reisdoel weten. Maar ja, bij Fransen kun je dat vergeten? En bovendien, wat ging het me ook aan? Ineens was daar hun halte, cimetière. Begraafplaats dus, en daar stapten ze uit. De bus trok alweer op met veel geluid. Ze liepen naar de poort zonder misère. Gewoon een plastic tasje in hun hand en vast met een verdriet dat al gewend was. Verlies dat al aan iedereen bekend was. Er was dus eigenlijk weinig aan de hand.
Alleen ik voelde plots de tranen komen. Om wat ze gingen doen, een graf verzorgen. Ineens was daar mijn woede diep verborgen. Dat is me door die schoft ook ontnomen. Gewoon een beetje zitten aan het graf. Natuurlijk dat van mama en van vader. Men wiet het onkruid en geeft planten water. Men sopt zo af en toe de steen is af. Een beetje denken aan zoals het was. Zoals we vroeger om de tafel zaten. Voordat we alles achter moesten laten. Men voelt de pijn en knipt het hoge gras. Oh ja, ik ben ook wel kaddisch gaan zeggen. Daar op die plek waar ze toen zijn vermoord. En dat zal God ook best hebben gehoord. En je mag van mij nog 100 kransen leggen. Maar ik wil in het voorjaar met zo'n doosje. Zo van de kweker, vol met balsemine. En die dan poten en een beetje grienen. En zeggen nou, zo moet het weer een poosje. Ik heb mij eraan gewend te accepteren. Dat het toch nooit te accepteren is. Ik praat niet eens meer over het gemis. Het heeft geen zin jezelf steeds te bezeren. Maar toen daar in die bus, het heet het toch zeer. Dat ik geen plek heb waar ik zeggen mag. Dag schatten, over een tijdje kom ik weer. Ik denk aan jullie. Bijna elke dag. Is een grafkrans om je nek. Verraden, 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 vernik ik wat ik kan in kort bestek. Schmink je nog niet weg met geld.
kilo stront. Andante, 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 wat maakt het uit? Geniet nog maar eens fijn. Je tante, je tante, je tante. Het is een straf om op deze aarde zijn. De kleren, de kleuren, de kleren. Je blijft helaas degene die je bent. Formeren, formeren, formeren. Ach, dat lucht nog wel eens op voor een moment. Geen pot om op te staan, geen plek om naar te gaan. Geen kip, geen kraai, geen hond. Dat schmink je nog niet weg met kilo's rond. Het leven is een kermistent, niet meer. Clementie, Clementie, Clementie. Ach, dat wil nog wel eens helpen voor een keer. Illusie, illusie, illusie. Bravo voor mijn publiek zo hooggeëerd. Conclusie, conclusie, conclusie. Haha, wat wilt u? Onder gras of gecremeerd. Geen pot om op te staan, geen plek om naar te gaan. Geen kip, geen kraai, geen hond. Dan schmink je nog niet weg met kilo stront. Ba 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 ba
Jansen. En de vleugel, Peter van der Zwaag. Op viool, saxen en toverfluit, Hubert Heringa. Ik ben begonnen bij Wim Kan toen ik 17,5 was. Ik deed auditie in het nieuwe De La Mar Theater, hier in de Marnixstraat, met het nummer Ik ben zo blij dat ik een stukje van de wereld ben. Al wat Rudy Karel toen zong bij het Songfestival. En met het gedicht van Annie M.G. Schmid, Ubbeltje van de Bakker. Uit de wereldbundel Het Fluitketeltje. Alleen nog antiquarisch te verkrijgen, jammer genoeg. Nou ja, ik zong niet vals en ik werd aangenomen, maar eigenlijk had ik het allerliefst naar Zonneveld gewild. Want Zonneveld zag ik vanaf mijn 14e in datzelfde nieuwe La Mar Theater. Het programma Huis, Tuin en Keuken. Met Connie Stewart en Joop Doderer. En Zonneveld, nou, het zag er waanzinnig prachtig uit. En ja, die combinatie van Zonneveld, dat ordinaire platvloerse. Geparenteerd aan dat romantische, lyrische. En die onwaarschijnlijke, onbetrouwbare viooltjesogen. Ik dacht, bij die man, daar wil ik werken. Maar ja, ik was 14, mijn moeder zag me aankomen. Dat feest ging niet door. En toen ik 17 was, ja, toen hield Zonneveld ermee op voor een hele tijd. Want hij ging Higgins spelen in My Fair Lady. Maar bij het gezelschap van Wim Kan ging het meisje Margriet de Groot weg. Want die werd de Fair Lady. En daar kon ik voor in de plaats. Nou ja, Wim Kan, ook mooi. Nou, mevrouw Kan zei ook na afloop tegen mij, ik moest bij de familie Kan in de kleedkamer komen na de auditie. En toen zei mevrouw Kan tegen mij, en kind, heb je ons wel eens gezien? Zei, nee mevrouw Kan, ik ga ieder jaar naar Zonneveld, maar u heb ik nog nooit gezien. Nee, erg veel meer tact is er in de loop der jaren niet bijgekomen, moet ik tot mijn schande bekennen. Nou, maar ze moesten wel om lachen hoor. Het eerste wat we gingen doen bij het gezelschap van Kan was kleding kopen. Nou, toen werd mij binnen 2 minuten duidelijk dat de familie Kan hun geld bepaald niet aan couture hebben opgemaakt. Wij gingen naar de wereldzaak Pik en Kloppenburg. Daar groef mevrouw Kan zich dwars door de rekken. Griste, hier is een blouseje, daar is een rokje weg. Hield je dat dan zo voor? Passen vond ze ook onzin. Hoogstwaarschijnlijk had ze een timmermans oog, ik weet het niet. Maar passen, dat hoef je niet, zonde van je tijd. Ze hield dat voor, zei dan, kind, staat je enig, haalt je helemaal op. Nou, en juffrouw, pak maar in. Binnen een half uur tijd waren er 5 meiden aangekleed. In een half uur, voor gemiddeld zo 18,75 per stuk, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, dit ging zich wreken natuurlijk, hè? Een jaar later. Is het jubileumprogramma van het ABC Cabaret, zoals het daar officieel heette. En omdat het dan een jubileumprogramma was, mocht het wat meer kosten. En hadden meneer en mevrouw Kan besloten dat de pauzefinale, dat de jongens dan in smoking moesten en de meisjes in cocktailjurken. Nou, dus wij gingen wederom naar Peek en Kloppenburg, maar nu naar de keurklasse, 1 etage hoger, gemiddeld 10 duren. En op de cocktailjurken hadden ze gerekend hoor, bij Peek en Kloppenburg. Daar waren ze per strekkende kilometer op een rek. Pied de Poel ruitjes, hartstikke leuk. Dat was de tijd, als je toen niks van Pied de Poel had in je garderobe. Geen blouseje, rokje, jurkje. Ja, dan kon je net zo goed in je bed blijven liggen met de gordijnen dicht. Leven had geen enkele zin zonder Pied de Poel in die tijd. Nou, dat wisten ze bij Peek en Kloppenburg, dus daar waren ze dan. Hartstikke leuke jurken. Kleine zwart-wit ruitjes van tafzij. Wijde rokken met een petticoat, dat was de tijd natuurlijk, presentuur. Een witte tafzijen sjaalkraag, een ballonmouw met een wit manchetje eraan. Hartstikke leuk. Alleen als je ze aandeed, dan werd het andere koek. Dan zaten ze besode Hannes. Ze trokken in de rug, ze trokken onder de armen, ze deden pijn hier, ze waren verkeerd geknipt. En van voren bloesten ze. Nou, wat ze zich daar bij Peek hadden voorgesteld, mag de lieve God weten, maar dit had niemand van ons. Ik was in die tijd een kaboutermug. Ik had niks te vergeven in die handel. Maar Maya Bauma bijvoorbeeld was een grote forse meid met flink wat. Maar dat redden ze ook in geen meters. Dat hing maar en dat hing maar en dat bloesde dat het een aard had. Dus wij zeiden, ja mevrouw Kam, dat kan niet die jurken. Dat is een leuke jurk op het houtje, maar die moet je niet aandoen. Ze zitten niet. Ze zitten niet. Nou, mevrouw Kan zei, ze staan enig. En als je veel beweegt, zie je daar niks van. Klaar. We moesten die jurken. Nou, we hadden de pest in met z'n 5. Dus wij hebben toen en masse alle 5 besloten
om de achterkant voor te dragen. Dat kon makkelijk. Dat deden we gewoon. En dan kreeg je wel iets anders natuurlijk. Dan kreeg je in deze nu hier een wit rolkraagje. Met een witte punt op de rug natuurlijk. En het blouson speelde zich ook aan de achterkant af. Goed, nou, kan je nagaan. Dus er komt een première. Diligentia in Den Haag. De première. De hele Nederlandse pers is aanwezig. Het is hartstikke vol. Wij doen die pauzefinale met onze achterstevoren jurken. En de jongens beeldig in hun smoking van Tip de Bruin en daar gingen we. En het is afgelopen, wij buigen. Het zaallicht gaat aan en wat zien wij? Op de eerste rij middenbalkon, Diligentia Den Haag, zit een eeneiige tweeling met onze jurken aan en de goede kant voor. Ik heb nog nooit van mijn leven twee meiden eeneiig zo dom zien kijken. Die meiden voelden nattigheid natuurlijk. En die zaten zwaar in dubio. Wie heeft er nou gelijk? He? Want die hadden de goeie, maar wij waren met z'n vijven. Dus, maar het was wel gênant. Wij gingen piesend van het lachen af. In de kleedkamer stond Wim Sonneveld ons op te wachten. En, want die had mede het programma geregisseerd. Toon Hermans, Sonneveld en Kan hadden het geregisseerd vanwege het jubileum. En wij zeiden tegen Sonneveld, zit het weer bij op die eerste balkon? Er is geen gezicht en die hebben die goeie die meiden zitten zo te kijken. Zo Sonneveld zei, ja, moet je horen jongens. Kijk, het heet hier het ABC-cabaret. Maar het is natuurlijk het CNA-cabaret. En dat was vals, maar hij kon het zeggen, want hij had smaak. Sonneveld, dat was altijd puik in orde daar. We stonden een half jaar in de Lamar. Half jaar, 7 dagen van de week, uitverkocht. Dat betekende voor ons dat wij al, het ensemble, om 9:30 klaar waren. Want Kan was met zijn grote conferentie na de pauze. Nou, dan waren wij om 9:30 klaar. Nou, wat kon je dan? Dan kon je alles. Je kon alle tweede voorstellingen van de film nog gaan zien. Je kon nog gaan dansen in de Lucky Star. Je kon in Amerikaan de boel op stelte zetten met Ira, de politieke tekenaar die er altijd zat. Kortom, stad lag open. Maar voor de vlijtigen onder ons was er dan ook een mogelijkheid om onder leiding van mevrouw Kan nummers in te studeren. Terwijl meneer Kan op was, dan kon je kiezen uit haar repertoire aan nummers, grote soli, waardoor je dus, ja, kreeg je tekstbehandeling van haar. En dat kon ze heel goed. Daar was ze verdomd goed in. Dus, ja, god, ik kwam net van mijn moeder en ik had geen enkele opleiding, behalve dat ik jaren ballet had gedanst en getapdanst, maar meer ook niet. Dus ik wou graag wel wat leren. Dus ik ging wel met mevrouw Kan naar die nummers in de kleedkamer. Maar ja, dan moest je dus uit haar nummers kiezen. En dat waren, ja, zo deed zij bijvoorbeeld een domme dikke man onder de lantaarn. Ja, dat is nou typisch iets waar je iets mee moet hebben, zou ik maar zeggen. Hè? Dan was ze helemaal in rubber opgevuld, een kleine dikke kobold. Met daar overheen een grote ruitenbroek met bretels, een witte overhemdblouse, rood geschminkte wangetjes, een bolhoedje, een klemsnor uit de feestwinkel, zo'n kartonnen snor die je dan in je neus klemt. En een lantaarnpaal erachter. En dan ging dat. Domme dikke man onder de lantaarn. Domme dikke man hebt de wijsheid in pacht. Weet wel dat hij dik is, maar niet dat hij dom is. Hierboven is het nacht, hartstikke nacht. Praat de dag en de nacht aan flarden. Niet te harde dat gezwets. Van wauwel de wauwel, klets klets. En nog 30 van die ellende coupletten. Nou, dus de domme dikke man dan maar niet. Nou, dan deed zij ook bijvoorbeeld een kamerplant. Dan stond ze in een pot, grote pot, in een zwart majo-pakje, wat zij al jaren niet meer hebben kon, wegens blubberde. Maar ja, dat durfden wij natuurlijk helemaal niet te zeggen. En meneer Kan, die zag het niet, want die hield van haar. Dus daar waren we gauw klaar mee. Goed, dit was een onverstandig pakje. En daaraan waren dan genaaid allemaal lange, groene bladeren. Haar hoofd had ze ook totaal groen geschminkt. En op haar hoofd zaten ook allemaal groene bladeren. Dan stond ze in die pot. Ik ben een plant. Ik voel me zo lamstelig. Altijd maar slap, slaperig en melig. En ik sta me voor de helft in bloei. En de hele dag maar mooi. En mooi, en mooi. Ze zullen me nooit eens fijn verpotten. Ik sta maar in die pot te rotten. Een ontevreden kamerlinde die nooit de draaideres kan vinden. En bijt uw tijd is nutteloos dom. Ik mag ook nooit een blokje om. Enzovoort, enzovoort.
We speelden in Carré in maart. Brigitte Kaandorp komt kijken. Die komt na afloop achter en die zegt tegen mij... Zeg, die kamerplant, dat is een leuk nummer. Dus als jullie er ooit met een viooltje op haar hoofd zien, dan ben je bent gewaarschuwd, hè? Nou... Nou, Loekie Wink en ik was ook een meisje aan het gezelschap. Wij hadden een, zoals ze dat noemden, inzingliedje. Want ze waren gek op vreemde dingen. Zo. Inzingliedje voor de kamerplant. Nou, een inzingliedje betekent gewoon een gezongen conference, gezongen aankondiging. En nou hadden de kannen besloten dat wij als kleutertjes op moesten. Want daar waren ze ook gek op als het maar klein was. Dat vonden ze zo leuk. Als je als klein jongetje of klein jagertje of klein... Het liefst hadden ze je in luiers opgestuurd, ging net te ver. Dus in deze moesten het kleutertjes worden. Nou, ik was ondertussen 18. Ik wou wel eens als stoot op, niet dat ik het was, maar ik wou het graag. Maar nee hoor, kleutertjes. Oké. Nou hadden ze natuurlijk bij Peek en Kloppenburg geen kleuterjurkjes in onze maat. Maar geen nood. In dit soort gevallen kocht mevrouw Kan dan zelf een lap stof op de markt. In deze hardblauw. En dan was er een mevrouw uit Wassenaar. Een aardig mens, ik kan niet anders zeggen, met een zeer hoge, uitermate bekakte stem. Maar ze was een vrolijk opgeruimd iemand en zij had zich bereid verklaard om de kleuterjurkjes te strikken. Dit deed zij totaal niet voorbij verdiensten. Dat moesten we goed weten. Haar man had een hoge positie bij de Shell. Zij deed dit louter en alleen om mevrouw Kan uit de nood te redden. Want zij hadden samen nog in het jappenkamp gezeten. En daarom wilde zij de kleuterjurkjes wel stikken. Nou, kijk, in die tijd had je namelijk ook Haya van Zomer. Die had dat ook, dat bekakte. Maar dat was al helemaal naar achter. Die stikte zo in haar eigen VVD. Maar deze had het zo positief naar voren, had deze het. Nou, die stikte dan die jurkjes en daar kwamen ze. Leuke klokrokken met nog een strook eraan. En een strik op je kont. Een pofmootje en een bobbykraagje, zoals dat heette. Witte sokjes en lakschoentjes. En tot overmaat van ramp was er nog een couponnetje overgebleven. Zodat we ook nog twee puntmutsen kregen. Om de vernedering compleet te krijgen, begrijp je wel? Nou, daar werd dan nog eens een plastic anjer aan de puntmuts genaaid. Om het op te fleuren. Die gemeen door het gezicht schraapte bij iedere stap. En tussen ons in droegen Loekie Wink en ik dan zo'n grote mand met plastic planten erin. Erg lelijk allemaal. Het doek was in deze dicht, want achter het doek stond mevrouw Kan klaar in haar pot. Wij kwamen dan hier uit de coulissen voor het voordoek langs. Hier stond dan de vleugel met Ru van Veen, met dat zure gezicht, maar wel heel mooi spelen. En wij kwamen tussen de coulissen vandaan voor het voordoek met onze mand. Ramtilili, ramtilili, Ru van Veen, hè. Wij brengen de kamerplanten weg, want wij gaan uitlogeren. Voorzichtig, wees toch voorzichtig, zeg, dat wij ze niet bezeren. Choreografie, mevrouw Kamp. De azalia en de fuchsia, de resida en de clivia. Het gaat alles naar tante Lydia. Behalve die lelijke kamerlinde, want dat is zo'n vreselijke plant, pilili, Ruvenvee. Want dat is zo'n vreselijke plant, pilili. En dan nog één sprong, want dat is zo'n vreselijke plant. Doek op, ik ben een plant, ik voel me zo. Dat de mensen hun geld toch niet terugvroegen, hè? Je begrijpt het niet wat er allemaal kon in die tijd. Nou, we gingen op tournee. Nou, ik was nog nooit op tournee geweest. Ik was 3 maanden aan die zaak. Mijn eerste tournee. En, oh kind, ik had al 2 weken van tevoren koorts van opwinding. Tournee, tournee, wat een heerlijkheid. Nou, en we gingen naar Groningen en omstreken. Eerste week speelden we dan in de stad Groningen. En de tweede week was dan Winschoten enzovoort, enzovoort. Maar we waren gestationeerd in de stad. We logeerden in Hotel Hofman. Bestaat niet meer, grote markt. Was een goedkoop hotel waar veel vertegenwoordigers logeerden. Met dien gevolge dat je 's nachts na 1 altijd met je hand voor je kont naar de wc moest op de gang. Want anders werd je er geheid door een dronken vertegenwoordiger ingeknepen. Nou, en we namen met z'n vieren een kamer, want de kannen waren niet gierig, maar wel vreemd. Zij betaalden heel slecht, kan je wel stellen. Heel slecht. En nogmaals, niet gierig, want met verjaardagen, verhuizingen, je werd totaal ingericht. Je kreeg met kerstmis voor een jaar salaris aan cadeaus. Maar salarissen betalen hadden ze een hekel aan. Dat vonden ze overbodige narigheid eigenlijk. Met dien gevolg dat we wel met z'n vieren op een kamer moesten, want anders had je die 14 dagen niet te eten. Je moest ergens uitsparen natuurlijk, hè. Hadden ook een kleedsel, ik kwam met koffers met drank, want die ouders hadden een drankzaak. Dat nam ze allemaal mee daar naartoe.
Nou, en mijn moeder die kneep hem een beetje dat ik voor het eerst 14 dagen van huis ging met de artiesten. Dus die had gezegd tegen Jacco van Renesse, zou je een beetje op te passen, let jij een beetje. Ja, mevrouw, nee, is prima in orde. Ja, tuurlijk, mevrouw. Ik heb nog nooit zoveel kroegen gezien als in die 2 weken. Nou, en we zaten daar. En wat was het toen ook alweer? Als we dan in Hofman waren. Oh ja, ja. Stet Gijkema had gezegd. Groningen, wacht even, zijn jullie dan in. Oh, dat is een toptijd. Dat is tijdens de Zuid-Larense paardenmarkt. Weet je waar je dan moet je naar de kroegen gaan in de Hoerenbuurt? Want dat is het leukste. En, ja, want ja, wat gebeurt er? Die Zuid-Larense paardenbehandelaren. Die komen natuurlijk s'avonds allemaal naar die stad. Met zulke vet leren tieten geld. En dat geld moet rollen. En die handelaren erbij. Dat begreep ik ook nog wel. Nou, goed. Dus wij wisten wel, het is niet verstandig om aan mevrouw Kant te vertellen dat we naar de Hoerenbuurt gaan, vindt zij niet goed. Want zij was de moederkloek, zij waakte over ons, hè. Maar die kan bemoeien zich daar allemaal niet mee, dat deed mevrouw Kant. Dus wij zeiden s'avonds om 9:30, normaal bleven we altijd even kijken naar meneer Kant, naar welke conferentie hij had aangepast aan de stad. Dat was altijd heel leuk, maar nou wisten we niet hoe snel we het pand uit moesten komen om 9:30. Dus wij zeiden tegen mevrouw Kant, nou, we gaan nog een beetje de stad in, hè. Zo een beetje neutraal neerzetten. Ga nog even de stad in. En dan prom, snel naar de Hoerenbuurt, hè. En alle cafés hadden daar van die bordjes in het raamkozijn. Hedenavond orkest. Nou, dat bleek dan bij nader inzien te bestaan uit een dikke dame in een donkerblauwe plooirok met een doorgezweten witte overhemdblouse achter de drum en zo'n vet permanentje ook. En een klein kereltje met een accordeon. Met een accordeon. Ieder café had dat. Ze maakten ze daar in de buurt. Ik weet niet hoe dat zat. Goed. En, nou, en dan deed je de deur open van zo'n café. En dan daverde het lawaai je tegemoet. En er zaten dan allemaal van die grote paarse doorgezweten knollenkappen. Met van die bloemkolen en knollenneuzen. Met grote sigaren in het hoofd. En dat zat er te schreeuwen en te doen. En de pullen bier op tafel en je never overal. En er was een heel skabaal en je kon de rook snijden. En je dacht, wat ben ik? Breugel is niet dood, hij leeft. Nou, daar komen dan 5 lekkere meiden binnen. Dus kom erbij zitten, meiden. En allemaal erbij zitten. En een gratis suiker geblazen natuurlijk. En er was er ook een man. En die man die had een kunsthand. En die man die wou ons bang maken. En had hij die grote leren hand. En dan deed hij hem af. Zat een haak onder. Oeh, wat was het eng. En dan ging hij met die haak zo onder je neus zitten zwaaien. Hoe gaat dat? Wat was het eng. En had hij hier die hand weer. Deed hij erop. Klapt erop. Haalt hem weer. Ja. Dit was de sfeer daar zo ongeveer. Hè. Gaat in ene de deur open. Mevrouw kan briesend. Woedend. Eruit, jij ook, vooruit, eruit, allemaal eruit, hup, mee. En dan gingen wij als kuikentjes achter de kloep, allemaal eruit. Henk Elsink, een getrouwde man met een kleuter thuis, ook mee, braaf, ook mee. Netjes, meneer Kam met zo'n smoel, met ronkende motorjongen in die Peugeot in de straat. Werden allemaal in die Peugeot gepropt. Mevrouw Kam zei, levensgevaarlijk, zei mevrouw Kam. Levensgevaarlijk, als die lazers worden, gaan ze messen trekken. Nou, dat hadden wij graag meegemaakt. Hadden wij wel onder tafel gaan zitten. Ja, maar had je tenminste thuis nog wat te vertellen gehad. Maar nee hoor, we moesten naar Hotel Hofman. Werden we daar afgezet, allemaal mokken door de draaideur. Godverdomme, wat een gezeik zeg. Lijkt wel een kleuterklas hier. Jezus, die mag ook niks. En dan kijken of de familie Kan al de straat uit was. Op weg naar het familiehotel in Paterswolde, al waar zij zelf logeerden. En dan als de duivel weer terug natuurlijk, naar die kroegen. Waar we iedere avond zo tot ongeveer 5 uur hebben gezeten. Oh, wat was het leuk zeg. We hebben het daar zo leuk gehad. Ik heb het de ene gehad bij Kannen. Bij de Kannen. Ze waren vreemd, maar ze waren ook hartelijk en lief. En we werden de kinderen van Kan genoemd. Nou, ik was nog een kind, dus ik heb dat altijd prima. Ik heb me altijd ook als een kind van Kan beschouwd. Daarbij komt ook nog eens, we hebben allemaal nog wel een lelijk kleedje of een paar gebreide sokken in de kast liggen. Die mevrouw Kan dan voor je breide en die je nooit aankon. Want ze werden ook altijd, door kriebelmateriaal was het, maar het was ook
Het was ook omdat ze in twee gemoedstoestanden gebreid werden. De een was altijd zo groot en die ander net twee maten groter, weet je wel. Of veel venijnig, of grote lellen. En die verhuizen maar mee door de eeuwen heen. Til je ze weer op als je gaat verhuizen. Denk je, ach god, die sokken van mevrouw Kam, die mogen ook mee. Ja, ik ben er heel gelukkig geweest. Ze hebben veel van me gehouden en ik van hun. Kan je lezen in het dagboek, dat is echt waar. Maar het was na 2,5 jaar ook wel weer heerlijk om daarna dan gewoon je eigen weg te kunnen gaan. Dat wel. Wat het geweest is in die dagen met ons tweeën. Kleineer het niet, gewezen lief, negeer het niet. Je hebt toen zo'n fijn, vies lied voor me geschreven. Weet je nog wel, zo'n fijn, vies lied. En op een ochtend schreven we ons initialen in je hagelnieuwe houten bed. De duivel zelf die mag je komen halen als je ook daar een streep door hebt gezet. Soms in je straat sta ik te kijken naar je ramen. Dan is het licht of donker wat ik zie. En dan sta ik me buiten af te vragen, wat zou die doen daarboven en met wie? De bakkerij waar wij die gemberbolens hadden, is afgebroken, als je het al niet wist. Zo wordt ook ons verleden ondergraven door werkvolk in de mist. Voor de spiegel stond te scheren, dacht ik, hij is heel blij met wat we doen. Zoals jij Tarzan stond te imiteren, ach, wat een weerloos iemand was je toen. Reken het niet dat ik je nimmer heb begrepen en geen benul had van het psychisch mijn en dein. Want zonder jouw gevoelens en problemen hadden we goden kunnen zijn. Ik een mes, ik draag het altijd bij me. Zo'n stalen mes uit Afrika, waar negers wel mee prijken. Ik vond het ergens in Algiers, tussen de oude rommel. Ik zag de koopman plotseling heel ernstig naar me kijken. Nog als de dag van gisteren zie ik die koopman voor me. Hij leek wel uit een schilderij van Goya weggelopen. Hij stond tussen zijn zwaarden en gescheurde uniformen. Hij gromde, vriend, nou luister eens, voordat je dat gaat kopen. Die handelaar vertelde, bij dit mes hoort een legende. Die sinds ik hem gehoord heb door mijn hoofd is blijven spoken. Dat iedereen, ja iedereen, die het in zijn bezit had. Degene die hem het liefste was, ermee heeft doodgestoken. Thank you.
Basilio hiermee zijn Donna Julia. Zodra hij in de gaten kreeg dat zij hem had bedrogen, toen heeft Conte Antonio het in zijn bezit gekregen. En is er op een kwaaie dag zijn broer mee aangevlogen. Een Turk doorstak zijn meisje toen hij om niets jaloers was. Een Italiaan stak het zijn Griekse bootsman in de longen. Het is van hand tot hand gegaan en hier terecht gekomen. Oh, ik heb al veel gezien, maar dit is mij te gordig, jongen. Ik heb hier mooie spullen. Wat het kost, maar 7 francs. Ik hou je toch niet tegen. Achter mijn riem heb ik een mes. Ik draag het altijd bij me. Ik zal er niet mee pronken. En ik zal er niet mee zwaaien. Of de doden. Ik zal het op een dag wel in mijn eigen lijf omdraaien. Kinderen van meerdere of van mindere. Kinderen zijn altijd zomaar kinderen. Kinderen van ouders, arm of rijk. Kinderen zijn gelijk. Eender beklag en eender zuchten, eender kluchten en eender lach. Kinderen van ouders, en pas daarna jaren daarna kinderen zijn altijd, altijd koning in goud paleis. Of burgerwoning, in villa, dorp of grote wijk, heeft ieder kind zijn keizerrijk. Een kiezelsteen, een vogelviertje, een teddybeertje, een winterpeen in villa, dorp grote wijk, heeft ieder kind zijn keizerrijk. En pas daarna, jaren na.
waren kinderen van Fransen of Hongaren. Kinderen zijn altijd tovenaar. Kinderen gewenst of ongewenst, ze zijn als dichters onbegrensd. Ze zijn een volk van grijze wijzen, maken hun reizen per schapenhoek. Kinderen gewenst of ongewenst, ze zijn als dichters onbegrensd. En pas daarna, jaren daarna, kinderen van meerdere of van mindere. Kinderen zijn altijd zomaar kinderen, kinderen van ouders, arm of rijk. Kinderen zijn allemaal gelijk. Eender buklacht en eender zucht, eender klucht en eender lach. Kinderen van ouders, arm of rijk. Kinderen zijn allemaal gelijk. Een paar seizoenen terug speelde ik de musical Heerlijk duurt het langst van Harry Bannink en Annie Schmid. En dat was voor het eerst sinds een hele lange tijd, wel 12, 13 jaar of zo, dat ik weer met een echt groot gezelschap op reis was. Want het jaar daarvoor had ik dan dat programma gemaakt met Lucretia van der Vloot, met Lu, waar ik het in het begin even over had. En ik mis haar wel. Ja. Wij hadden een mooi programma, moet ik zeggen. En we hebben veel succes mee gehad en hartstikke leuk, maar privé hadden we nog veel leuker. Want wij hadden een spel, nou even voor degene die of Lu niet zouden kennen of het programma niet hebben gezien. Lucretia is een jonge, beeldschone, flinke Surinaamse Amsterdamse met zo'n beeldig rond kameelhoofdje, met hele grote ogen, prachtige bek met tanden, leuke dreads en een hele lange giraffennek en ja, zo'n grote schokbetonnen wereld komt. Och, wat een kont, hè. Die meid, echt. En, nou goed, maar wij hadden een spel, hè. Wij gingen altijd voor we op tournee gingen. 'Smiddags voor de auto ons op kwam halen om de provincie in te trekken, gingen we altijd even koffie drinken. Café Schuim bij mij aan de overkant. En, want we woonden vlak bij elkaar. En dan ging ik altijd achterin, was aan het eind van de lunchtijd zo, ging ik achterin zitten. En dan zat het café vol met allemaal mensen uit kantoren die een broodje eten, een glaasje melk en de krant lezen en zo. En dan was het wachten op Lu, want ja, ze kwam wel altijd te laat. Maar ja, de zwart, dat krijg je er toch niet uit. Maar dat geeft verder niet. En dan, dan zat ik daar en dan hadden wij dat spel. En dat was dan mensen shockeren, hè? Dat vond ik wel leuk. En dan deed ze de deur open, was het wachten op dat ze de deur open deed. En dan riep ik van achteruit die zaak, over al die koppen heen, waar was je nou? Ik heb gisteravond de hele avond op je zitten wachten. Je bent helemaal niet opkomen dagen. Mijn soep stond helemaal te verpieteren op het pitje. Ik ga je niet vergeven gaan. En dan Lu terug vanuit de deuropening. Je weet toch dat mijn keuken is gerenoveerd. De man met de wasemkap is gisteravond aangekomen. De wasemkap werd aangesloten. Oh, werd je wasemkap aangesloten? Dan ga je wel vergeven gaan. Dit deden wij op de Albert Kuip, in de Bijenkorf, overal. En lieten dan mensen in verbijstering achter ons. Dat vonden wij fijn. Nou, maar ja, ze is verhuisd. Ze heeft een prachtig huis gekregen, maar niet meer in de buurt. Dus dit spel is afgelopen. Dat is jammer. Maar bij Heerlijk duurt het langs, was het ook leuk. Maar er is altijd een gevaar met een groot gezelschap, hè? In een groot gezelschap, kijk, er hoeft maar één zeikert in de ploeg te zitten. En die verpest het voor de hele handel. Die houdt zich 2 maanden gedijst en dan gaan ze stoken. En dan wordt het, weet je wel, die gaat de eigen onvrede zitten spuien en zo. En die gaat dan altijd als een olievrek, breidt zich dat dan door de bus uit. Maar dat was bij ons gelukkig niet het geval. Er waren allemaal jonge, ambitieuze, leuke figuren die er reuze zin in hadden. En daarbij Annie Schmid, Harry Bannink. Het is een combinatie die onverslaanbaar is. Dat kan over 100 jaar nog, ben ik van overtuigd. Maar dus we hadden het leuk en veel succes en zo. En ja, het was geweldig. Er is natuurlijk wel een gevaar ook aan een groot, nog een ander gevaar dan een zeikert in de troep. Kijk, het is ook zo, als je met een groot gezelschap bent, ja kijk, met de lezing zie ik het al bijvoorbeeld. Hè. Dan wordt het stuk wordt gelezen, regisseur vertelt wat hij ermee van plan is en zo. En dan dwaal ik een beetje weg. Kijk, zo is de troep rond en dan denk ik meteen, ik kan het niet laten.
Oh, die danseres die kleurt hartstikke leuk bij die basgitarist daar. En zo gaat het ook, zo gaat het ook. Want kijk, ik weet het uit ervaring. 100 jaar daarvoor had ik ook al eens in een musical gestaan van Annie Schmid en Harry Banning. Die musical heette En nu naar bed. Dat was Frans Halsema mijn partner. Hebben we ook de titel iets te letterlijk genomen. Nou. Dus ja, ik bedoel, er is niks aan te doen. Je bedoel, je speelt 7 dagen van de week. Je bent maar op reis, privéleven bestaat niet meer. Het is alleen maar musical, musical, musical. En met die bus en de kookclubjes en de magnetron gaat mee. Het is 1 groot huis gezien, maar dan anders. En ja, de liefdes, na een maand of 3 zie je het gebeuren. De liefdes, wel loei op. En de huwelijken donderen in elkaar. Ja, het is niet alleen maar vrolijkheid aan het toneel, hoor. Echt niet. Kijk, wat dat betreft is natuurlijk een soloprogramma altijd wel zo rustig, natuurlijk, hè? Hè, Hubert? Een slippertje in Leningrad. Een wipje in Berlijn. Wat hebben we lol gehad toen we deden in de trein. Waar werd oprechter trouw is iets van toen en niet van nou. We gaan als vrienden uit elkaar. Geen plicht, geen toekomst, geen verleden. Toch gaan we vriendelijk uit elkaar, voor ons stelde alleen het heden. Een vluggertje in het portiek, wat handwerk tussendoor. Wat koop je voor moreel geziek, de wereld gaat toch eens teloor. Want werd oprechte trouw niet vaak een hel voor man en vrouw. We gaan als vrienden uit elkaar. Geen plicht, geen toekomst, geen verleden. Toch gaan we vriendelijk uit elkaar. Voor ons stelt alleen het heden. Amour perdu in Leningrad, wat huilen in Berlijn. Wat hebben we het goed gehad, adieu mijn lief, daar komt de trein. Toch was oprechte trouw wel iets geweest voor mij en jou. We gaan als vrienden uit elkaar. Geen plicht, geen toekomst en geen heden. Toch gaan we vriendelijk uit elkaar. Voor ons telt nog alleen verleden. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe, hoe ver moet je gaan. De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, hoe ver moet je gaan. Kan niet meer. Zelfs
zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes. En op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline. In yin of in yang, of in heroïne. In status en auto, en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder. Oh, de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Zou jij willen dat wij samen op een ochtend opeens tot de vaststelling kwamen? Dat wij nog bij elkaar zijn, zonder dat we daar ooit een besluit over namen. Je brengt me die dagen een ontbijtje, met wat ham en wat kaas. En een roos in een vaas, en een potje met thee. En daarnaast liggen twee sneetjes toast en een zacht gekookt eitje. En ik speel verbaasd van, wat krijgen we nou? En jij zegt, dat is omdat ik van je hou. Op de kop af al 19 jaar. Zou je willen, zou dat kunnen? Al die tijd al verliefd op elkaar. Wat mij betreft, gaan we voortaan, mijn schat. Verder samen op pad en proberen we dat zo te houden. Zonder stempels en ringen en inzegeningen. Maar stomweg omdat we dat bouwen. Wat mij betreft ben ik alles voor jou. Je vriendin en je vrouw. En ook dat wat we nou nog niet weten. Of het mee zit of tegen wij zon of bij regen. Ik blijf je zo trouw als de neten. Wat mij betreft, wil jij alles van mij? Dat ik een draaiorgel brei, of dat wij op een eiland gaan wonen. Dat ik Russisch leer lezen, of aan de trapeze. Wilhelmus speel op de trombone. Wat mij betreft, zeg jij ja nu direct. Want ik heb net ontdekt, wij zijn echt twee perfecte beminden. Heb jij geen bezwaar? Zeg me enkel dan maar hoe en waar wij elkaar kunnen vinden. Ja. Nou.
Ik dacht, hoe sluit ik dit programma nou mooi af? Want ik wil dat het mooi, sterk, onontkoombaar en vrolijk eindigt. Ja, niet van dat huppelde huppel vrolijk, maar eigenlijk meer van het heldere constateren van... Ik heb van het leven bijna niets verwacht. Het geluk is nou eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen. Van Bloem. Een lied waarin de titel van dit programma duidelijk wordt. Voorwaarts, maar niet vergeten wat was. Schaamteloos en zonder schaamte achterom durven kijken. Want een mens bestaat uit zijn of haar verleden. Vrolijk dan wel droevig. En dat verleden moet een plek hebben. In je ziel en in het dagelijks gebruik. Het is alles illusie dat alles voorbij zou zijn, zei Drummond d'Andrade. En hij had gelijk. Maar de nieuwsgierigheid naar nieuw en anders en onbekend, ja, dat moet blijven. En lekker kunnen liegen op zijn tijd. En breed kunnen huilen. En meer verlangen dan je aan kan. En machteloze woede blijven voelen om de wereld en om je eigen onvermogen. En om de gewetenloosheid die oprukt. Schop de mensen tot ze een geweten krijgen, zei Louis Paul Boon. Sorry voor alle citaten, maar ik heb ze niet voor niks om me heen. Ik denk dat ik het goed met Boon had kunnen vinden. Schop de mensen tot ze een geweten krijgen. De wereld is nog net zo'n zwijnenstal als toen. En toch hou ik die drang om er iets aan te doen. Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet. Ik doe wat ik kan, of het nou helpt of niet. Het streven naar geluk, naar zon in het verschiet. Ik doe wat ik kan, ik stop het in een lied. Het is geen gebalde vuist, het is geen dynamiet. Ik doe wat ik kan, iets anders kan ik niet. Ja, ja, ja. Wat woorden op muziek, wat woorden zonder meer. Het is door de jaren heen mijn enige verweer. Ik ben geen lieve heer, ik ben geen hoge Piet. Ik doe wat ik kan, iets anders kan ik niet. Ja, ja, ja. Het is niet veel, maar toch geloof het maar van mij. Zo dikwijls brengt een lied de hemel dichterbij. Het maakt van een woestijn een lommerrijk gebied.
ik doe wat ik kan. Of het nou helpt of niet. De nacht is lang en zwart, het regent dat het giet. Ik doe wat ik kan, ook als geen mens het ziet. Het is niet modieus, het is niet hypocriet. Ik doe wat ik kan, iets anders kan ik niet. Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet. Zing dan bij winterstorm of regen, of bij verdriet. Wordt het bestaan je als geheel, incidenteel, weer wat te veel. Mijn hemel, wring dan de traan uit je keel. Zie je nergens meer een beetje zon of zin? Zie je nergens hoop? Evenmin spin je als een grote oneindig zwarte spin. Hou je oude dromen langzaam, langzaam in. Zing dan en trek de hemel open. Ach, waarom niet? Zing dan bezadigd of bezopen, maar zing een lied. Haat je de baas op je bedrijf, of vloekt je wijf je zaden stijf? Bij de hemel zing dan de long uit je lijf. De nacht zich zwart rondom je sluit. Voel je hoe de kou zich vasthecht op je huid. Zie je geen geluk en hoor je geen geluid. Loop je door de stad, maar kom je er niet uit. Zing dan en laat de wereld horen, dit is mijn lied. Zing dan, ik heb een hoop verloren, maar ik geniet. Vind je de dagen van het jaar weer veel te zwaar? Meer à boire, mijn hemel, dwing dan je lippen van elkaar. Dag van morgen, een grijs gebied. Zing dan en spot met al je zorgen, jij bent weer kiet. Zing man, je wolken gaan opzij, je razernij is weer voorbij. Mijn hemel, zing dan en zing vooral voor mij. Zing dan, al is de dag van morgen, grijs gebied, zing
in alle spot met al je zorgen. Jij bent weer kiet. Zing om je wolken gaan opzij. Je razernij is weer voorbij. Mijn jongen, zing dan en zing vooral voor mij. Zing om je wolken gaan opzij. Je razernij is weer voorbij. Mijn jongen, zing dan en zing vooral voor mij.